weer het rijden. U mag ze een warm applaus geven. Ja, het is natuurlijk niet zomaar wat. Paardrijden en dan nog met dat soort trommen en zo'n pauk bijvoorbeeld. Let eens even op dat paukenpaard met twee van die pauken. Dat hoort overigens ook altijd een wit paard te zijn. Maar die wordt dus gereden met de teugels aan de stijgbeugels. Zeer aparte techniek. Nou, dit was vroeger ook de gang van zaken bij de artillerie en de cavalerie, bij de bereden wapens. Ze werken ook samen met het korps en rijdende artillerie, oftewel de gele rijders. Dames en heren, het militaire voertuigdefilé van de requisitenverzameling, de requisitencommissie van de Koninklijke Landmacht. Dus het is geen museummateriaal. We zien hier een Willys Jeep. Willys en Ford bouwden deze jeeps gedurende de Tweede Wereldoorlog. Ze zijn daarna ook nog in licentie in Frankrijk gebouwd. Maar ze hebben tot ongeveer 1960, in de begin 60e jaren, dienst gedaan bij de Koninklijke Landmacht. We zijn er, even kijken, 640.000 stuks van gebouwd. Gedurende de Tweede Wereldoorlog. 4x4 voertuig, zeer licht en heel gebruiksvriendelijk. Daarnaast de zogenaamde GMC. Vlak na de Tweede Wereldoorlog, in het kader van de Mutual Defense Aid Program, een hulpprogramma aan de West-Europese strijdkrachten, ontving Nederland ook deze GMC van General Motors. Een Amerikaans voertuig, een 2,5 tons truck. Ofwel een deuce and a half, zoals de Amerikanen dat noemden. Ja, deze requisitenverzameling is eigenlijk gegroeid uit voorheen het legermuseum. Die natuurlijk geen voertuigen liet rijden, maar we proberen erfgoed te behouden. Zolang we kunnen en we gaan er niet mee rijden. Maar omdat de behoefte toch bestaat, is er zo'n collectie ontstaan dergelijk materiaal voor publieksdoeleinden. Wat u hier ziet is een Diamond M20. Prime Mover, een grote zware trekker, die dus gebruikt werd voor het trekken van diepladers met tanks, maar in sommige gevallen ook geschut. Die bak die u achterop ziet is niet om mensen in te vervoeren, maar eigenlijk gewoon om ballast in te zetten, zodat de asdruk nog groter wordt en er nog meer pk's aan de grond gezet kunnen worden. Het kanon wat u erachter ziet, dat is een zogenaamde 155 mm longtom, zoals die ook al genoemd werd. 155 mm, een hele lange schietbuis. En daar is een bediening van 19 man voor nodig om dat te kunnen vuren. International Harvester, White en International bouwden deze voertuigen. Achterop staat een vierling luchtholmitrailleur. Deze is er speciaal voor ingericht, gepanzerd. En hij verdeelt de druk heel mooi door de rubberen gevulkaniseerde rupsbanden. Jarenlang zijn deze voertuigen nog gebruikt op het strand. Zelf ben ik hiermee opgegroeid in Egmond aan Zee met deze voertuigen. Nog steeds doen ze dienst. Ja, dan de eerste praalwagen, dames en heren. Die praalwagen, daar rijden kinderen op mee van de lagere scholen van Katwijk, Valkenburg en Rensburg. En dit is in het thema van het Leger van de Vrijheid, 75 jaar bevrijding. Ze hebben deze figuren zelf beschilderd. U mag ze een warm applaus geven voor dit schilderwerk. Fantastisch. Ja, er zullen een aantal van deze... Ik heb een speeklijstje gezien van deze vrouw.
reserve. En een detachement veteranen van diverse periodes. Je mag ze een warm applaus geven, fantastisch. Zeer recent materiaal hebben ze hier in de Volkswagen Amarok. Deze is aangeschaft door de Koninklijke Landmacht voor de nationale sector. Een 4x4 voertuig, gewoon een civiel product eigenlijk, wat gewoon aangepast is voor de militaire taak. En de voorloper, dat is dus de Mercedes 190 Geländewagen, een ontwerp van Steyr. We hebben in verschillende soorten al heel lang in gebruik, sinds de eind jaren 80 bij de Koninklijke Landmacht. Natuurlijk van DAF, vrachtwagens, en daarin de klederdrachtgroep van Katwijk. Dan mag ze een warm applaus geven. Ah, ja, ja, ja. Fantastisch. Vrachtwagens van DAF, van de type 44-42. 4 tonners. Om te zorgen dat de passagiers er rotsvast in blijven zitten, zelfs als een voertuig over de kop zou slaan. Natuurlijk een NECAF, dames en heren, de Nederlandse Keizer Assemblagefabriek, oftewel de Willys M38A1 Jeep. En dan aangepast met een TLV, terugstandloze vuurmot, schietbuis die daar zo op ligt. Hier ook een Land Rover, dat is weer van na die periode, met een zogenaamde tow antitanksysteem. Achter het stuur zit de adjudant Peperkamp. En ik moet er nog even bij vermelden dat ook hij veteraan is. Je mag hem een warm applaus geven. Veteranen mensen en veteranen voertuigen natuurlijk. Ook inmiddels uitfaserende. We hebben er nog wat de nodige ondersoorten van in gebruik. Dat is de IPR 765. Panzer Rups. Dit is dan een anti-tank prat, panzerrups anti-tank installatie die je er bovenop ziet. Dat is een raketsysteem, eigenlijk een tankjager. Daarna de M113 CM2. Ook van deze wordt gebruikt als de zogenaamde Lynx. Het is dezelfde techniek als de IPR en de M113 personnel carrier. Alleen iets korter, de motor zit achterin. En hij is later gemodificeerd met zo'n Rheinmetall koepel met een Polycom tunnel. Zo met de bakkerstart, de commando-uitvoering, de 577. Een opgehoogde romp. En er kan een hele tent aangebouwd worden met een redende commando-voertuig. Bij alle onderdelen ongeveer gebruikt worden. Wederom een praalwagen van de lagere scholen van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Zelf beschilderd. En hier hebben we wat hele jonge deelnemers. Een warm applaus. Hierna ziet u nog een MEC, maar dan een artillerietrekker van een ander type. En daarna...
Caterpillar, wat feitelijk gewoon rups betekent natuurlijk. Het heeft naam om te doen, bulldozers en grondverzetmachines. Ook toen. Dat is wel restend verstand. Dit is een DAF 4-tonner 4440 EAK, oftewel een JAK. Dat betekent auto, of een ALK, helemaal niet waar. Een auto laadkraan met een IAP laadkraan erop. Dit type is inmiddels al uitgefaseerd. We hebben er nog een paar in dienst bij de requisitenverzameling. U ziet, deze is een verfbeurt nodig, want de verf is helemaal veranderd. Wederom de 70 jaar bevrijding. Praalwagen door de kinderen zelf beschilderd. De derde praalwagen die op mijn lijstje staat, zoals voorspeld. In prachtige kleuren beschilderd door de kinderen van de lagere scholen. Sterk uit Katwijk, warm applaus. Terreinbeheerders, aalmoezeniers en piketchauffeurs, etc. Het was geen terreinvoertuig, maar heeft lang dienst gedaan bij de landmacht. Meer DAF-producten hier in een rijtje wat hier langs het podium komt. De DAF 126, EH 126. EI is militair, A is algemeen. En dan eerst 1 ton, herstel. Tweede versie 6 wielen, 126. Beter bekend als de 1 tonner. Daarna de DAF 314, dat was een 3 tonner. 3 ton, eerste versie, 4 wielen. Zo werd het dan aangeduid. 3 ton vrachtwagen, manschap en vracht. En natuurlijk ook nog even duidelijk om verder dames en heren, de zogenaamde dikke DAF. De EA328, nu komt tweede versie, 8 wielen. Dat 8 wielen, dat slaat ook op die, ik zou zeggen, heeft het ook 6, maar je moet dus de reservewielen meerekenen, want die kunnen wel draaien, die worden niet aangedreven, maar dat zijn tevens steunwielen in het terrein als je een hindernis moet overwinnen, zodat de bodem dus niet vastloopt. Allemaal nog benzinemotoren. Hier krijgen we dan een diesel, de DAF EIT. T staat voor trekker, 514. En daar zit er een 6 ton ook door DAF geproduceerde trailer achter. Opleggen. Fantastisch voertuig, helemaal uit het straatbeeld verdwenen. Dat is natuurlijk de EP408. EP408, een 8-wiel voertuig waarvan er dus 6 wielen zijn aangedreven.
is een panzerinfanterievoertuig. Daar kan er dus infanteristen van. Voetsoldaten kunnen erachterin. En u ziet, hij is ook ontworpen met ieder vlak is dus schuin eigenlijk. Dat is dus een zo moet u dat zien. En dan het verouderde type 4 tonnen, de 4440. Te herkennen aan de enkele achterwielen en de huidige 4 tonners, die hebben dubbel lucht, zoals we dat noemen, die hebben dubbele achterwielen. Dit inderdaad. Er zitten ook nog wat veteranen achter in de 4 tonnen. U mag ze ook een warm applaus geven. Ik zie ze bijna over het hoofd, dames en heren. De DAF 10 ton artillerietrekker, inmiddels ook uitgefaseerd. Met een stuk luchtdoel erachter. Eigenlijk niet bedoeld om zo'n licht kanonnetje eigenlijk te trekken. Dat is eigenlijk bedoeld om een veel zwaarder geschut te trekken. Maar dat hangt er vandaag wel even niet achter. Wat u erachter ziet, dat is een 40 lang 70 Bofors. Bofors is een Zweedse fabrikant. Met het onderstel, dat is dan weer Duits. En dat is dus een snelvuur. En achterop de modificatie. Dat is een geen praalwagen met de schoolkinderen, die zo fantastisch deze figuren hebben beschilderd, 70 jaar bevrijding. Ze hebben allemaal een feestelijke fakkel in hun handen. Dit type trekker. Gebouwd om daarachter een grote dieplader te trekken met een tank. Hij kan 100 ton slepen. Fantastisch product. Wel weer opgebouwd uit Amerikaanse motoren, Amerikaanse transmissie, etc. Thank you.
huisvesting in witte beschildering, zoals deze dienst heeft gedaan bij Dutch Bat in Bosnië. Kijk eens eventjes. Fantastisch. UN-beschildering. Volgens dezelfde techniek als de Leopard 1 stond hier de PRTL, Panzerrups tegen luchtdoel. En in de gemodificeerde configuratie heet hij dan de Cheetah. Twee Orlikon-kanonen, 1000 schoten per minuut. Nederlandse Keizer Assemblagefabriek, Amerikaans ontwerp, maar in Nederland gebouwd in Rotterdam. Waarom zeg je? Benzinemotor, ook simpel te bedienen, 3 versnellingen, 4 wielen aangedreven. En deze is dus, die witte, die is dus in een gewonde transporter uitvoering. U ziet de brancards achterin. Helemaal wit, zoals de missie naar Libanon was, witte kleuren van Unifil, Dutchbat. Daarna een wat recentelijker DAF-product, de IBZ-2300 bergingsvoertuig. Een fantastische kraan op. Nederland, klaar! Tevens, zoals je zult begrijpen, fungeert deze bezemwagen een voertuig uitvalt. Je mag de chauffeur een warm applaus geven. Fantastisch. Wat een mooie auto. Het Rode Kruis heeft in Katwijk bijzonder veel vrijwilligers, maar op veel enthousiasten rekenen. Ik vind dat zij al een deel uitmaken van het defilé. Mag ze een warm applaus geven. De Red Cross Volunteers. Thank you very much, you all Canadians. Neil Young, Leonard Cohen en Joni Mitchell.